Premier League staat bij mij heel erg hoog. Dus daar zou ik graag in willen spelen. Het was een waar doelpunt te regen hier in Amsterdam. Het treffen tussen Jong Ajax en Jong PSV eindigde in 5-4 voor de Amsterdammers. Na afloop ging ik in gesprek met Jensel Zilt, die de afgelopen periode nogal sterkhouder is bij de Eindhovenaren. Het was een wedstrijd met vol met doelpunten. Hoe heb jij hem ervaren? Ja, zoals je zegt, veel over en weer. Ik denk beide teams heel veel kansen gecreëerd. En er vlogen er ook, bijna alles vloog erin. Dus wat dat betreft een hele gekke wedstrijd. En ik denk dat wij als team niet tevreden kunnen zijn met hoe wij verdedigend stonden. Dat het beter moet. Natuurlijk, wij worden erop afgerekend, maar ik vind dat het bij de aanval ook al niet goed staat deze wedstrijd. Dus dat is iets waar we aan moeten gaan werken. En daar kunnen we alleen maar van leren. Ja, het seizoen komt ook bijna ten einde. Wat voor seizoen is eigenlijk voor jou? Ik denk dat ik tot nu toe kan terugkijken op een redelijk goed seizoen. Ik heb grote stappen gezet. Ik denk dat ik wel uitgegroeid ben tot een van de leiders van Jong. En ook wel toe ben aan een volgende stap. Dus tot nu toe is het wel goed en ik hoop dat ik het laatste wedstrijd nog door kan trekken. En dat ik goed seizoen kan afsluiten. Ja, van de publieke opinie zegt men ook dat jij de KKD ontgroeid bent. Dus jij ervaart het ook zo? Ontgroeid. Tuurlijk, je kan er altijd wat leren, maar ik merk wel dat ik gewoon toe ben aan een hoger podium. Dus ontgroeid. Kijk, ik wil niet zeggen dat ik elke wedstrijd de beste hier kan zijn, maar ik denk wel dat ik, dat ik toe ben aan een nieuwe stapje. Ja, en wat zijn eigenlijk jouw kwaliteiten? Ik denk dat ik goede snelheid heb, dat ik ruimte dicht kan lopen. Ik denk vooral aan de bal ook kwaliteit heb. Rust aan de bal kan ik brengen. Ik heb een goede inspelpaas. Ik kan overtalsituatie creëren. En ik denk dat ik een goede tackle in huis heb. Hij zit dan nog in het begin van je carrière. Wat zijn eigenlijk jouw dromen? Ik denk zoals ieder jongetje, Champions League spelen op hoog podium. Premier League staat bij mij heel erg hoog. Dus daar zou ik graag in willen spelen. Voor de rest gewoon zo lang mogelijk en een goede carrière. En gewoon zoveel mogelijk mooie momenten beleven. Ja, wat zijn eigenlijk bij PSV 1? Wat zie je daar eigenlijk voor jezelf? Ik train wel, denk wel vaak mee. Ik zit soms bij de selectie. Maar hun hebben ook gewoon goede verdedigers staan. En ik heb nog niet echt een kans gekregen. Dus het is lastig om te zeggen wat mijn kansen daar zijn. We gaan het zien aan het einde van het seizoen wat gaat gebeuren.